Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren maandag in Friesland voor een bezoek aan de Noordwesthoek. Zij bezochten onder andere Sint-Anne-parochie, Wier, Franeker en Harlingen. 'S Morgens werden zij op het gemeentehuis van het Bilt ontvangen door burgemeester Krol, commissaris van de koning John Jorritsma en de kamerheer van zijn majesteit de koning, de heer Douma. Na een bezoek aan de Campus Middelzee vertrok het gezelschap naar Wier. Daar bezocht het koninklijk paar de duurzame tomatenkwekerij Het Wiet. Hier werken en leren kandidaatwerknemers in het kader van de participatiewet. Het Wiet is onderdeel van Empatec dat met meerdere gemeenten samenwerkt om mensen toe te leiden naar een betaalde baan. Henk, vandaag hoog bezoek hier bij de kwekerij. Wat vind je ervan tot nu toe? Ja, ik denk die mensen eten ook gewoon 's morgens een stukje brood. Dat doe ik ook. En misschien wel tomaten? Ja. Ja, misschien. Ik zou het niet weten. Heb je ze nog kunnen spreken? Nee hoor. Ik ben maar een gewone Hollandse jongen. En ik zie wat er allemaal gebeurt. En gewoon nuchter blijven. Wel spannend dat ze hier, dat de koninklijke paar hier vandaag aanwezig is. Het zijn gewone mensen. En wat is daar nog spannend aan? Het is een bedoel. Ga je bezoek voor de kwekerij? Heel zeker. Heel mooi. Dat is heel bijzonder. In Franeker bezochten Willem-Alexander en Maxima het IJzergaplanetarium, waar ze werden rondgeleid door directeur Adrie Warmenhoven. Adrie, vandaag hoog bezoek van de koning en de koningin in het planetarium in Franeker. En hij is niet de eerste koning, geloof ik, die hier komt. Nee, 198 jaar geleden kwam koning Willem I hier al op bezoek. Dus dat was vlak nadat IJzerga met zijn planetarium klaar was. En later is ook de kroonprins nog langs geweest, koning Willem II. Dus we hebben een rijke geschiedenis op koninklijk gebied. Wat ga je het paar vandaag allemaal laten zien? Ik ga ze het belangrijkste van het planetarium laten zien. Dat het de planetariumkamer, wat IJzerga gemaakt heeft in de 18e eeuw, plus het radenwerk daarboven. Zover ik weet zijn ze nog niet eerder hier op bezoek geweest. 8 jaar geleden waren ze hier natuurlijk op bezoek in Franeker tijdens Koninginnedag. Maar we hebben ze toen niet binnen gehad. Dus ik denk ook dat het voor hen iets nieuws is om naar te kijken. Hele eer. Ik vind het geweldig dat ze op bezoek komen. Zeker een paar weken nadat we onze uitbreiding hebben geopend. Is het natuurlijk geweldig dat dan weer extra aandacht voor het planetarium is. Vervolgens ging het per koets naar het Sjoekeloon, waar de kaatswedstrijd De Kleine PC voor basisscholen werd gehouden. Dit jeugdkampioenschap van Friesland moet basisschoolkinderen enthousiasmeren voor deze typisch Friese sport. In Harlingen kreeg het koningspaar een rondleiding door de loodsen van Bodewes, door Tekla Bodewes en Arnoud Damen. In de loodsen vonden de gesprekken plaats met medewerkers over de nieuw te bouwen roll-on, roll-off cargo vessel. Dit vessel wordt in opdracht van Frankrijk gebouwd. Na het bezoek aan Bodewes stapten koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan boord van het Statenjacht en voeren zij via de Sassluis naar het gemeentehuis. En daarmee kwam een einde aan het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Friesland.